dames en heren, goedemiddag en hartelijk welkom bij de Franse Grand Prix vanaf het circuit Nevers-Magny-Cours. De Fransen zullen niet zo'n goede dag hebben, denk ik, vandaag. Want hun held Olivier Panis is er vanwege de gebroken benen die hij opliep tijdens de vorige wedstrijd natuurlijk niet bij. En hij had hier een kans om te winnen. Dat is gewoon een feit. Het is het thuiscircuit van Ligier. Ze hebben hier een nieuwe Honda-motor. Toch zal het een belangrijke wedstrijd toch weer voor de Fransen worden. Want wordt het een Peugeot of wordt het een Renault die hier vandaag gaat winnen? Want dat lijkt de vraag te zijn. De antwoorden op die vragen krijgt u ongetwijfeld straks. We gaan nu eerst kijken naar de nieuwtjes uit de pitstraat. En voor die nieuwtjes beginnen we bij het team van Ferrari. Wat voor de wedstrijd hier in Frankrijk gaat beslissen of ze voor het eerst met die versnelde motor, die sterke motor waarmee ze wel trainen, ook gaan rijden. Tevens is er een nieuwe achtervleugel bij het team. Het onderste gedeelte bestaat nu uit twee verschillende lagen. Het bovenste gedeelte is wat ronder aan de voorkant. Ook zijn de wing endplates aan de linkerzijde wat ronder aan de bovenkant. En dat moet allemaal helpen om hier de juiste wieldruk te vinden. Ook in dat gedeelte van de auto, daar bij de A van Esprit, daar is wat veranderd. Daar zit een extra uitlaatje aan de achterkant. En daarin kun je zien waarom. Daar zit ook het uitlaatspruitstuk achter, wat natuurlijk enorm warm wordt. En zo moet die hitte dan afgevoerd worden. Dan gaan we naar het team van Benetton, waar Gerard Berger op 2 juli aanstaande bij een test in Engeland gaat bepalen of hij de volgende wedstrijd wel de niet mee gaat doen. Verder wat veranderingen aan de achterkant van de auto. Daar waar die tunnel zit, die diffuser heet. Hij was wat hoekiger en is tegenwoordig daar, net als bij het team van Jordan overigens, veel ronder geworden. Ook is hij wat hoger en wat langer, loopt hij iets verder door. En dat is allemaal om de lucht achter de auto te versnellen. Tevens hebben ze bij het team van Benetton een nieuwe achtervleugel. Daar is die onderste plaat. Het bestaat uit één grote gladde plaat en die is wat breder geworden dan bij de vorige versie. Ook een nieuwe achterwielophanging met nieuwe dempers van het Nederlandse merk White Power. Maar die hebben ze keurig achter een doekje verstopt. En dan zagen we nog dit. De motor, daar zitten die gaskleppen in. Die bepalen hoeveel benzine er tegelijkertijd in kan. En die worden dan elektronisch getest. En kijk eens hoe snel dat gaat. Zo snel dus. En dat is niet vertraagd. Open en weer dicht, zodat er snel power is voor de coureurs. Dan gaan we naar het team van McLaren, waar we weten dat er nieuwe voorvleugels zijn. Niet het totale ontwerp, maar de zogenaamde flaps. Dat platte gedeelte wat een beetje schuin omhoog staat, dat is vernieuwd. Tevens is het team op dit moment bezig om binnen afzienbare tijd, en dat is anderhalve week, een auto op de baan te zetten die de regels van volgend jaar op zich toegepast ziet. De smallere voorkant en de banden met de groeven. Vervolgens gaan we naar het team van Peugeot. Belangrijke wedstrijd, thuiswedstrijd ook voor hen natuurlijk. Peugeot heeft een sterkere versie van hun motor meegenomen. Tevens maken ze op 15 juli bekend wat ze gaan doen. Of ze alleen het team van Prost volgend jaar leveren, of ook nog Jordan. Ze hebben een nieuwe differentieel. Daar gaan de aandrijfassen in. Dat zijn die horizontaal liggende assen. Het is een zogenaamd actief differentieel. Wat we daar ons precies bij voor moeten stellen, weten we niet. Maar bij navraag vertellen ze ons dan dat het ongeveer met grip te maken heeft. Ook zagen we dit nog. Een startmotor. Daar gaat de lucht op. Dat is de startmotor die dan gaat draaien. Dan loopt er een as doorheen. En die komt daar dan weer in de motor terecht. En op het moment dat je daar dan aan gaat draaien, dan slaat die motor uiteindelijk vanzelf aan. Mooi moment om dat eens eventjes te laten zien. Wat ook nog interessant is om te melden, met het uitvallen van Olivier Panis is het team van Jordan ineens bij de bookies flink gestegen in Engeland voor een overwinning al hier. Dan gaan we naar het team van Prost. En inderdaad, Panis is er dus niet bij vanwege zijn gebroken benen. Daar zit de man die hem vervangt. Het is de Italiaan Jarno Trulli. Ex-wereldkampioen karten en een jongen die dit jaar debuteerde bij het team van Minardi. Nieuwe Honda-motor is er. De wagen wordt dus weer een tandje sneller. Het is een thuiscircuit. En tevens hebben ze voor deze wedstrijd niet de normale schakelpaneeltjes, maar ook daar een handmatige koppeling die ze bij de start en bij de pitstops beter van hun plek moeten doen krijgen. Dan zitten we nog een verandering. Herbert bij Sauber en Morbidelli. Nee, Morbidelli niet, want die heeft zijn arm gebroken. Vervanger Norberto Fontana over zijn kansen. The important thing is try to finish the race and try to finish the best as possible without pressure and make the best. Positieve instelling. Een deurtje verder komen we bij het team van Tyrrell. En wat is daar weer nieuw voor Verstappen en voor Salo? Eén ding is nieuw, dat de uitlaatspruitstukken die u daar ziet, daar waar de uitlaatgassen doorheen gaan, met die ED5-motor verplaatst zijn naar boven de diffuser. Ze zaten dus eerst aan de onderkant, daar links onder in uw beeld, maar zitten nu dus daarboven en blazen daarboven de warme lucht achter de motor weg. Tevens is er een belofte gedaan van Cosworth dat ze voor het einde van het jaar nog meer power zullen geven aan de ED5-motor. Dan belanden we aan bij het team van Minardi en de verandering daar staat rechts in beeld. Het is Tarso Marquez. Hij vervangt op zijn beurt weer Jarno Trulli.
En wat is dan het eerste wat je doet? Juist een goed stoeltje maken. Hij is testrijder bij het team, maar heeft nog niet echt veel gereden. Het team zelf heeft ook een verandering voor deze wedstrijd aan de wagen. Een nieuwe voorvleugel. Net als bij McLaren dus, met de andere flaps aan de voorkant. Met een gleuf daartussenin. We vroegen Tarzo Marcus of hij verrast was dat hij ineens moest gaan rijden. Ja, yeah, it was just a test driver and that's very difficult because I was working with a small team and the place for the test driver in a small team is very difficult. You never have time in the car. Weinig time in de car en als hij dan eenmaal in die auto zit, dan zie je toch aan zijn gezicht dat hij nog niet helemaal goed zit. Het was nog even wennen voor Tarzo. Dan gaan we naar Stewart Grand Prix, waarvan we dit weekend kunnen melden dat ze een nieuw stuur hebben. A la Ferrari met bovenin daar die ledjes die weten wanneer ze moeten schakelen. De normale knoppen voor radioverkeer en rechts onderin een knop voor de speciale menging van de benzine en de lucht in de motor. De voorvleugel is anders, er is een hap uit aan de zijkant, de wing endplate. En de neus aan zich is ook behoorlijk veranderd. Er zit namelijk veel meer glooiing in daar. Je ziet door de schaduw dat er een echte welving in zit. Tevens is het zo dat Ford verteld heeft dat ze een Series 7 motor op dit moment op de testbank hebben staan. Die binnen afzienbare tijd in de auto ingezet kan worden. Tot zover de nieuwtjes uit de pitstraat. Je ziet het reeds, grote plassen water, donker weer, veel regenjassen. En een wegspuitende Jos Verstappen aan het einde van de pitstraat. Gele vizieren dan bij een flink aantal van de coureurs. En waar doen ze dat dan voor? Nou, met die donkere wolken is het wel beter. En die pole position die ging er flink aan. Eerst was het Alexander Wurz in 1.31.9, maar die baan werd droog. Dus werd het Fisichella in 1.30 blank. En hij haalt er maar even 1,2 seconden af. Vervolgens was het Ralf Schumacher in 1.29.4. En het was nog niet gedaan, want daar was Häkkinen in 28.4. Daar kwam dan ook Heinz-Harald Frentzen in 28.2 aan. En toen kwamen we een beetje in de buurt. Schumacher 1.26.8. Fisichella met 1.26 rond. En daar is dan het rijtje. En Salo staat dan tweede en Verstappen staat dan vierde. Het belangrijkste was met zo'n opdrogende baan dat je op de baan bent op het moment dat die baan droog is. En Jos deed dat goed. Met nog zo'n 10 minuten te gaan rijdt hij op sliks als een van de eerste de baan op. En heeft dan nog 10 minuten te gaan. Schumacher maakt een uitstapje. En dat uitstapje van Michael Schumacher, ja, hij doet het dan toch weer. Hij weet er doorheen te rijden. Hier is Alexander Wurz, die tot stilstand komt tot ongenoegen van Flavio Briatore. Maar er waren meer mannen met problemen. Hier is Mika Häkkinen, die overigens net als teamgenoot David Coulthard in de ronde ging. En Alesi zit maar op zijn tijd te wachten. Hij wil rijden, hij wil rijden. Hij staat 12 en zal de dag uiteindelijk op de 8e plaats weten te besluiten. Dan dit beeld. Jos Verstappen nog steeds rondjes rijdend. He, in die 10 minuten die hij had, op die sliks. In die baan die steeds droger en droger werd. En Verstappen gaat op zijn Goodyears naar de tweede tijd. Op een halve seconde van op dat moment Heinz-Harald Frentzen. Dan gaat de tijd nog verder en zien we hier Frentzen, Fisichella, Verstappen. Er zijn er nog 3 minuten training te gaan. Maar dan gebeurt er weer zoveel. Daar is Michael Schumacher die uiteindelijk naar 19.1.17 gaat. En nog een keer naar de 18.3 duikt tot de vrijheid van Ross Brawn. Hier is Heinz-Harald Frentzen. Hij probeerde het wel, maar het lukte niet. En Frentzen zakt uiteindelijk terug naar de 6e plaats. En nog steeds die Verstappen achter zich aan op de 7e positie. Schumacher, Fisichella, Häkkinen, de nummers 1, 2 en 3. We beginnen de interviews met Jos Verstappen. We hebben wel eens gasten gesproken die op vrijdag pole position stonden. En dan zeiden ze, ja, het stelt allemaal niet zoveel voor. Jij staat nu 7e. Wat moeten we daarvan zeggen dan? Super. Nee, ja, ik ben ontzettend tevreden. En natuurlijk, het heeft zeker met het weer te maken en dat hij op het juiste moment de baan was. Maar ja, die kans had iedereen. Dus ik ben gewoon ontzettend tevreden hoe het nu verloopt. Je hebt zelfs 3 seconden de snelste tijd gehad. Heb je dat nog meegemaakt of niet? Ja, ik heb het gehoord, ja. Ja, inderdaad. Nee, maar ik moet zeggen, het voelde allemaal heel lekker aan. En zeker toen het allemaal uitdroogde en opdroogde. En ik denk ook dat we op het juiste moment op de baan waren. We hadden vanmorgen, de allereerste training, hadden we gewoon heel veel problemen. Een motor die kapot ging, dus die moest gewisseld worden. Ja, die werd in 50 minuten tijd werd die gewisseld, ook een record. En daarna gingen we het circuit op met regenbanden. Toen ging het al een heel stuk beter dan de eerste paar rondjes die ik deed. In de tussentijd hadden we de voorwielophanging weer veranderd. En ik denk dat we gewoon een goede dag achter de rug hebben. Ben je gespannender in zo'n auto op dat moment? Want er zijn natuurlijk momenten.
We kennen de kreten van Formule 1 snappen, die achterkant van die auto weg wil. En je weet nooit wanneer het komt. Ja, nee, ik denk als je gespannen bent, is het juist nog listiger. Want dan zit je gewoon gespannen achter het stuur. En dan ben je bang als het gebeurt. Dus je moet gewoon heel losjes in die auto zitten. En gewoon lekker opvangen, gewoon de auto een beetje zijn gang laten gaan. En ja, dat ging heel lekker. Maar ik moet zeggen, toen het vanmorgen echt keihard regende, toen ging het minder goed. Ik heb toen ook direct die voorwielophanging laten veranderen. Dus we weten eigenlijk nog niet, als het morgen nu heel hard regent, hoe de auto dan gaat gaan. Vervolgens trof Allard Kalf Michael Schumacher. Was it? Sorry. Okay. Very interesting session. Yeah, that's true. It was very interesting. But obviously these mixed conditions, they suit us. Yeah, they suit you. Do you actually prefer driving in them as to dry weather driving, where you have a lot of grip and really can get your teeth into it? I basically like the dry weather circumstance because it's straightforward, but yet we don't have the car to compete then at the top level. But in mixed condition, things change. My car is working very well under this circumstance. The engine works well, and that makes us able to compete then. Yeah, were the circumstances dictating the program of the day, or did you do some work for Sunday as well? You couldn't do much. It was too much variation in the weather, so we tried to do something. We have now to find out whether we learn anything. Rain dances, I suppose. Oh yeah, a lot. Dan Alain Prost. Is hij tevreden over Jarno Trulli? Yes, I think he has done a very good job last week in testing. A good job today again. I was running quite well when it was wet, in very difficult condition for him. He did not know the car at all on the wet track. And it was not only wet, it was very wet at one stage and also it drying out. So it was, you need a lot of experience, you know, to use the tires in this condition. So no, I think I'm quite pleased. And he's trying to learn and being a little bit quiet at the beginning, which that's exactly what we want to. Being your home circuit for the team, would it be some sort of advantage if it was wet for 2 days and then Sunday would be nice and sunny, or Sunday afternoon actually? You know, it's true that we are very close to the track, but every time we were testing, and I think it was maybe 4 or 5 times or 6 times this year, we were most of the time with only one car. And the big teams, they came here 4 or 5 times, you know, with 2 cars. So I think they have an advantage compared to us. So I don't think it's we are equal. Thank you. Johnny Herbert nu over het rijden met Formule 1-auto's in de regen. They all vary. Sometimes you have a car that's very difficult, very bad with traction, and tries to snap out and spin you all the time. Then you do get some that are very forgiving. And are nice to drive. So it's and tires is another thing that do make a difference, because we have a choice. Some are better than others, and it's trying to find the right ones that suit the conditions. Is it in a way similar to the dry, that you're looking for the same things? You want the car to do the same things as if it's dry? Basically, yeah. If you can get the most forgiving car you can get, probably the better you are in the wet. In the dry, obviously, the forgivingness doesn't help you too much, because you don't want to get too sideways, but it's a similar sort of thing you're trying to find, yeah. You run through a program in evaluating all the tyres? Yeah, no, it's exactly the same as what it is with the slicks. You know, we have a choice and we have to try and find which ones are better. And, you know, sometimes it's difficult because conditions are different. And some are better in a wetter condition than a slightly drier condition. So it's trying to find out the ones that are good from that condition, and then trying to find the ones that, when it's the right time, to change to the other ones as well, if it's in a race situation. Talking about a race situation, I suppose you prefer a dry race. Well, I always prefer the dry. I never can normally go too bad in the wet. So I always prefer dry, because to me it's more racing. Thank you. De ontwerpafdeling van Ferrari. Zo werkt er ook eentje bij de ontwerpafdeling, en hier op het circuit zelfs, van Zauer. En ook bij Jordan hebben ze er weer een. Maar hij heeft een bijzonder buitenlandse naam. Toch is het een gewone Nederlandse jongen. Dino Toso. Dino Toso. Ik werk sinds vorig jaar november bij Jordan. En ik hou me hier bezig met vehicle dynamics. En dat houdt in dat ik data-analyse doe en simulatie van rondetijden. Hoe komt een Nederlander in de Formule 1 terecht? Ja, vooral willen. En gewoon blijven proberen. Ik heb een tijdje in Nederland in autosport gewerkt.
voor een van de betere tuners, Cavallino Tuning. Daarna ben ik naar Italië gegaan, een supertouring gedaan, 2 jaar. En sinds dit jaar Formule 1. En je hebt wel een opleiding gevolgd die ook zin heeft dan, die ook gelieerd is aan Formule 1? Ja, ik heb HTS autotechniek gedaan en daarna heb ik aerodynamica gestudeerd in Engeland. Vooral met het doel om in de Formule 1 te komen. Als je dat nou vergelijkt met, je hebt tourwagens gedaan, je hebt in Nederland gewerkt. Hoe anders is dan Formule 1? Niet zo heel anders. Het is allemaal wat groter en wat massaler. Maar als je met de juiste teams werkt op lagere klassen, dan is het blijft een auto. Het is een auto met 4 wielen en er verandert eigenlijk niet zo heel veel. Maar lange uren of niet? Kortere uren. Het is, bij de kleinere teams werk je langer dan hier. Hier heb je zoveel mensen dat het komt zelden voor in races. In raceweekenden vrijwel nooit dat je na 7 uur klaar bent. En dat is eigenlijk een luxe. Er zijn een hoop mensen om je heen. Gary Anderson, een topontwerper in de Formule 1. Hoe is dat om met dat soort mensen te werken? Gewoon eigenlijk. Dus, hij heeft een naam en dat is hij van waard. Maar het is gewoon een man om mee te werken. Niks meer of niks minder. Daar staat er volgens mij een fles Bacardi op het feit dat jij met iemand een weddenschap hebt dat jullie een race gaan winnen dit jaar. Ja, dat klopt. Die car staat er dan wel, maar is nooit helemaal op jou gebouwd. Grotere problemen waren voor Villeneuve. Hij was 's ochtends van de baan gegaan en ook hij moest in zijn T-car. Maar ze waren nog wel aan het proberen zijn eigen racewagen nog te repareren. Wordt ze in het begin het snelst en daar komt dan Michael Schumacher met een prachttijd. 1.14.5.4.8. 16e sneller dan wie dan ook. En kijk eens, broer Ralf vlak erachteraan op 0.2 van een seconde. Het werd een mooie training met veel actie gedurende een langere periode. Want daar kwam dan ook nog eens deze Woods die zichzelf na een snelste tijd in het begin uiteindelijk op een mooie 7e plek neerzet. Verstappen komt dan in die T-car binnen en heeft de 18e plaats. Is niet tevreden, maar wel sneller dan teamgenoot Salo. En dat blijft toch binnen het team erg belangrijk. 14e was het deze keer en Mika Salo was niet tevreden. Michael Schumacher dus nog steeds de snelste tijd. Hakkinen probeert het. Gaat te hard over de curbstones. En jawel, met een prachtige burn-out en spin erbij staat hij langs de kant. Stond en bleef uiteindelijk 10e. Dan Villeneuve in zijn T-car. Het ging niet helemaal zoals hij gewild had. Uiteindelijk perst hij er dan toch een mooie 4e plek af. En luister eens hoe lang ze hier vol gas gaan. En weer helemaal terug naar de tweede versnelling voor de Adelaide-bocht. Heinz-Harald Frentzen dan berooft Ralf Schumacher van een mooie 2e plaats. Maar het is wel 1, 2 en 3 voor de Duitsers. En dan helemaal aan het einde zien we Jarno Trulli nog. Hij zit 1/10 onder de tijd van Michael Schumacher. En gaat Jarno Trulli het dan halen? Er zijn er nog 17 seconden officiële training te gaan. En Trulli deed het echt heel, heel netjes. Maar in het tweede gedeelte verspeelt hij net iets te veel. En hij blijft uiteindelijk op de 6e plaats staan. Maar het is zeker geen schande, want het gat is zo klein. De 10e plaats van Hakkinen is maar 7/10 verwijderd van de snelste tijd van Michael Schumacher. En in totaal zitten er dus 10 man binnen een seconde. En Trulli haalt het net niet, maar hij reed echt als een duivel. Het rijtje van de officiële kwalificatie is dus als volgt. Eerste rij voor Schumacher en Frenzen. Daarachter Ralf Schumacher en Villeneuve. Irvine, Trulli, Woods, Alesi, Coulthard en Hakkinen. De tweede rij vinden we Verstappen terug op de 18e positie. Opvallend ook de 12e plaats van Shinji Nakano. En dat Dinis sneller is dan Hill. Interviews na afloop, Jos Verstappen. Hij kon niet tevreden zijn. Ja, inderdaad. Ik bedoel, het ging niet vanzelf. Met mijn derde setje banden, toen ging de motor stuk. Ja, dan moet je zo snel mogelijk terug naar de pits om in een reserveauto te stappen. Nou, hij staat toch om twee identieke auto's hetzelfde af te stellen is heel moeilijk. Een millimeter hier en daar, dat merk je direct als je op een limiet rijdt. En ja, dat maakt het gewoon heel moeilijk. En motor kapot gaan is natuurlijk nooit goed. Dus het zou heel moeilijk worden voor morgen. Waarschijnlijk gaan we met de oude motor rijden. Ik denk dat het bijna zeker is. En het belangrijkste is toch om wedstrijd te eindigen. Als dat niet gebeurd was met die motor, had je dan denk je nog misschien een paar plaatjes verder naar voren kunnen staan? Nou, weet ik niet. Ik denk wel dat er nog een 3/10 in zat. En als je 3/10 sneller ging, denk ik dat je 1 of 2 plaatjes meer naar voren ging. Ja, de dag van morgen. Het is de 72e ronde hier. Strategie wordt dan erg belangrijk. Zeker als je moet starten waar jij start. Ja, dat is altijd moeilijk. Maar ja, kijk naar Canada. Ik bedoel,
En je kan altijd 100%, bijna 100% zeker zeggen dat je een goede start hebt. Dus daar pakken we 3-4 plaatjes. En ja, dan zit je 13e, 14e. En dan moet je gewoon zo hard mogelijk door blijven rijden. Ik denk dat iedereen toch wel een beetje problemen krijgt met de banden. Het zal niet zo erg zijn zoals in Canada dat je de blaren op krijgt. Maar na 2-3 rondjes dan beginnen ze echt heel erg te schuiven. Voorrecht doorgaan en vanachter weinig tractie, dus weinig grip uit de bocht komen. En ik denk dat als iedereen daar last van krijgt, is het toch gewoon weer hetzelfde probleem. Banden sparen en dan op het einde van de wedstrijd toch kijken hoe hard dat je nog kan om zo ver mogelijk naar voren te komen. Vervolgens Ralf Schumacher. Hij mag tevreden zijn. Een thuisrace voor Peugeot. Yeah, it was very good for Peugeot and for us and for myself. To be honest, I didn't expect that. All during the test, we struggled to do low 15s or mid 15s. And even in the morning, Friday and Saturday, we had a lot of problems. So I just did 14 laps in the morning. But in the last, my last try, I was quicker until I got held up by Katayama. But anyway, that's life. Vervolgens Alexander Woods, die remproblemen had. Een probleem of niet? It was a little problem because I destroyed my second and third run. And the first run was okay. I pushed everywhere. The car was everywhere perfect, just under braking a little harsh. There I backed off, so I lost a little under the braking. And you know, it's so close here and you have to give maximum to be in front. But anyway, it's my second Grand Prix, second qualifying and seventh place. And in front of the team, it's, I think it's perfect. Trulli op de zesde plaats. Had hij dat van tevoren verwacht? No, I didn't expect before, but when I was just driving, I expect to do much better. Unfortunately, the experience, it's very important. I lost just the 1.5 in the last corner, and it was possible to catch the first. Probably not in pole, but in the first 2-3, I think position. Unfortunately, I fall just last corner, but anyway, I was really surprised about the car. It was very, very good. The handling was very, very good. And I must thank the mechanics, the engineers, and everybody because they gave me the chance to drive a very good car in a very comfortable position with two pedals. So everything was very great today. And I must only thanks. And I think it was possible to do better with an experienced driver like Olivier today. Okay, now you're looking for the race tomorrow, banking on the team again to help you with strategy and things. Yes, for the first time I will start in the front, so it will be hard. I know that I'm very constant during the race, I will do the race without no problem by physical way, but it will be hard to manage the race. I know that there are Alain Prost and Cesare Fiore that are very clever on that, but I must also do a good job and must also be very clever. Tomorrow I must be cool and drive a good race, and then in the end we should see the results. Okay. What language do you speak on the radio? In the radio, it's English. Sometimes je parle français, je apprends français, and with Cesare sometimes Italian, but in the radio it's English for everybody, it's better. But I'm learning French because it's nice to speak French with the people.